Hoi, goedemorgen. Tom Lossing, beursbox.nl. Gisteren heeft uh, president Trump een proefballonnetje opgegooid door uh, te suggereren dat de Amerikaanse verkiezingen uitgesteld kunnen worden. Nou, feit is, daar gaat hij niet over. Tweede punt is, zou hij er wel over willen gaan, dan moet hij een wetsvoorstel indienen. Nou, daar is hij helemaal niet aan toegekomen. En daarnaast is het zo, dan moet het ook nog eens een keertje goedgekeurd worden door het congres, want het congres gaat erover. Nou, het congres is eigenlijk eh, gedomineerd door do democraten. Dus die kans is vrij klein dat dat zou gebeuren. Nou, zelfs enkele republikeinse senatoren hebben al aangegeven... Van, ja, maar dat willen we helemaal niet. Zelfs de Eerste, twe eerste en Tweede Wereldoorlog is er niet uitgesteld. Eh, de Grote Depressie is er niet uitgesteld. Dus dat gaat nu ook niet gebeuren. Zou je, hè, even theoretisch, zou je het wel doen... en je zou de verkiezingen uitstellen... Tot na 20 januari, dan is hoe dan ook op 20 januari de huidige president geen president meer. De huidige vice-president geen vice-president meer. En dan wordt de voorzitter, in dit geval voorzitter van het congres, wordt president. En dat is de democratische mevrouw Pelosi. Dus ja, uitstellen van verkiezingen zou voor Trump helemaal niet goed uitpakken. Want zodra Pelosi uh, dan president is, bepaalt zij wanneer ze die uitgestelde verkiezingen. Eventueel door laten gaan. Uh, maar dat hoeft niet. Ze kan ook gewoon vier jaar blijven zitten. Dus, uh, en dan moet ze over vier jaar, op 20 januari, moet ze opkrassen. Ja, het is waanzin. Uh, nou heeft Trump aangegeven dat hij vooral niet wil dat mensen via de post uh, stemmen. Dat heeft hij zijn hele leven al gedaan. Maar dat zou namelijk zeer gevoelig zijn. Nou is het punt. Hij is de president. Hij moet dat regelen. Dus wat hij eigenlijk zegt is: Ik ben niet capabel genoeg om eerlijke verkiezingen uit te schrijven. Toch? Dus ja, de man is gewoon gek. Het is tijd dat hij, uh, dat hij opkrast. Uh, dit hele spel moet uh, gewoon eens een keer afgelopen zijn. Het proefballonnetje op deze manier. Het is eigenlijk gewoon zielig. Ik kan er een ander woord voor vinden. En uh, mensen die dit helemaal prachtig vinden, sorry, vind ik ook zielig. Het is niet prachtig. Dit is gewoon een aanval op de democratie, de Amerikaanse democratie dan wel. En eh, het is gewoon diep en diep triest dat de Amerikaanse democratie zo ver gezakt is. Dat een man als Trump het zo ver heeft gebracht. Dat het hem bijna gelukt is om dictator voor het leven te worden. En ik denk, ja, dat is echt te triest voor woorden. Maar goed, uitstel komt er niet. Biden staat gigantisch voor. En er is maar één ding wat. Eigenlijk de overwinning van Biden in de weg staat en dat is Biden zelf. Biden moet vooral zijn mond houden, niks zeggen. Hij heeft nu toevallig heeft hij weer iets, iets gezegd over uh, de demonstranten, dat hij de anarchisten moeten opgepakt worden. Hij moet gewoon zijn bek houden. Tot 20 januari, nou, net tot 3 november, in wijze. Dan is de, zijn de verkiezingen. Tot 3 november moet hij zich helemaal op de vlakte houden. Dat is de beste manier. Trump gaf zijn eigen graf wel, maar. De enige die dus Biden kan laten verliezen, is hij zelf. Nou ja, goed. En alles is beter dan Trump. Dus ze moeten hem gewoon een verbod geven om zijn bek open te trekken. Maar ja, want zo goed is Biden trouwens ook niet hoor, laat het duidelijk zijn. Maar hij is veel beter dan Trump. Dus Trump moet het veld ruimen, wat mij betreft. Dat was hem. Tot de volgende keer. Hou